bankzitters, jeugdspelers en een bij FC Dordrecht afgewezen Australiër moeten het gaan doen voor Achilles deze middag. Maar al na een kwartier spelen is het FC Lienden dat op voorsprong komt. Danny van der Meijrakker maakt zijn 12e van het seizoen. En dus wordt het een hele moeilijke middag voor de jongelingen van Frans Derks. Goede voorzet van Lukili en van der Meijrakker maakt het feilloos af. En dan probeert Achilles het natuurlijk wel. Hier met De Vos die de bal verkeerd raakt op zijn dijbeen. En het uitverdedigen is er ternauwernood van de verdedigingslinie van FC Lienden. En De Vos die baalt. Want FC Lienden is echt niet zozeer de betere ten opzichte van Achilles. Deze lange bal wordt doorgekopt door Van der Meijrakker. En Lukili schiet maar rakelings naast. Hij kwam over van de dijk deze winter. En speelde al eerder voor FC Lienden. Bellassan met de voorzet. En de redding is goed van de doelman van Achilles. Rooyendijk. En in de tegenstoot is het dan Rozenboom, de invaller van Achilles. En gaat hij de gelijkmaker maken? Nee, de bal valt op de bovenkant van de lat. Wat een geluk voor FC Lienden. Het was terecht geweest als het jonge Achilles hier op gelijke hoogte was gekomen. Maar het blijft bij 1-0. Alles of niets dan. In de blessuretijd. Het weghalen is er niet. Ja, is er wel. En dan Hens geclaimd, maar niet gegeven. En de countermogelijkheid voor FC Lienden. Invaller Bellassan kan er helemaal alleen vandoor richting Rooyendijk. 1 minuut voor tijd. Hij kan hem niet afgeven, want er wordt buitenspel gelopen. En dus doet hij het helemaal zelf bij Lassan. 2-0 in de laatste minuut van het duel. Achilles mag tevreden zijn, ondanks de nederlaag. En Lienden is na 4 nederlagen op een rij in de competitie blij met een goede start van 2018.